Goedenavond. Welkom bij Omroep Zeeland op deze zaterdag de 4e december. Zometeen het korte weerbericht, maar eerst het nieuws in Zeeland van vandaag. De Zeeuwsgrense fusiehaven North Seaport heeft de coronaschade van vorig jaar alweer bijna ingehaald. Na een aantal recordjaren werd vorig jaar door corona een fikse tegenvaller, -11%. En om dat verlies weer goed te maken waren meerdere jaren nodig, was de verwachting. Maar nu blijkt na één jaar die 11% verlies alweer bijna weggepoetst te zijn. Ik denk dat wij corona steeds beter onder controle hebben of dat onze industrie met corona is leren leven. In het begin was er paniek, de fabrieken gingen dicht, mensen consumeerden niet meer, werkten allemaal thuis. We zitten vandaag een beetje terug in zo'n situatie, maar ik denk dat zeker de industrie zich vandaag organiseert dat de productie verder gaat. Ook andere havens in Nederland poetsen hun coronaschade weg, zeker als er veel containers worden aan- en afgevoerd, waar op dit moment een grote groei in zit. In havens van North Seaport heb je veel losse goederen die in ruimen worden vervoerd en ook veel maakbedrijven, zoals chemie. Directeur Schalk blikt vooruit naar het komende jaar. Vandaag mag je niet meer naar Afrika vliegen. Het vertrouwen in de luchtvaart is er nog niet. Dus dat betekent dat op bepaalde segmenten, neem nu kerosine, dat we daar lager zullen zitten. Ook volgend jaar nog. Kolen blijft achteruit gaan. Je merkt dat kolen het moeilijk hebben, ook door klimaat- en energietransitie. Maar je hebt ook nieuwe investeringen, nieuwe bedrijven die het goed zullen doen. Landbouw en voeding doet het zeer goed. En het zal terug een gemengd beeld zijn in sectoren. Maar we zullen proberen om terug op die recordkoers te zitten. Als je na 5 uur 's avonds niet meer weg kan, nou, dan ga je 's morgens een uitdaging aan. Wat doe je normaal op een zaterdagochtend? Ja, normaal komen we naar thuis. Vond je het niet erg vroeg? Ja, eigenlijk wel. De meeste mensen draaien zich op zaterdagochtend nog een keer om. Maar bij veel huizen in Filipijnen ging de wekker vanochtend erg vroeg. Restaurant Baikamil organiseerde een champagneontbijt om 6 uur 's ochtends. Want als ze niet meer 's avonds open mogen, dan doen ze het gewoon 's ochtends. Toen de nieuwe coronamaatregelen bekend werden, hadden we gelijk zoiets van, nou, dan gaan we ook, mochten we 6 uur open doen. Ik dacht, nou, dan gaan we ook binnenkort snel een keer doen om 6 uur. Dus ja, geen woorden maar daden. Dus ja, 6 uur rise and shine. En 6 uur de eerste gast al verwelkomd. En bij zo'n champagneontbijt hoort natuurlijk ook de nodige alcohol. Wij zitten aan de bubbels even om te vieren dat we de uitdaging zijn aangegaan. Ja, we hebben eerst 2 cocktailtjes gedronken en nu een flesje wijn. Dus ik zeg, we gaan gewoon lekker gek doen. Doen we gewoon lekker een cocktailtje erbij. Dus dan beginnen we de dag goed, zeg maar. Ja, we hebben gisteren ook natuurlijk wel gedronken, dus het gaat een beetje moeilijk weg. Hè. Maar of het voor herhaling vatbaar is, is nog maar de vraag. Misschien wel. Misschien wel. Nee, ik weet het niet. Want? Waarom niet? Ja, het is wel vroeg, hoor. Ja. Hoog bezoek op de streekproductenmarkt in deze kerk in Sint-Jansteen vandaag. Niemand minder dan de Sint kwam langs, ondanks zijn drukke agenda. Hier maken we graag tijd voor, want allemaal lokale streekproducten uit deze omgeving in de gemeente Hulst is toch fantastisch. Ja, want er wordt genoeg gemaakt in de omgeving. Zoals deze alcoholische dranken, gebrouwen en gestookt in de kerk door de organisatoren van de streekmarkt. Maar er is nog veel meer. Enorm veel creatieve mensen, waar we dan ook heel graag mee samenwerken. Dat kan gaan van tomaten, de ketchupfabriek bijvoorbeeld. Dat kan koffie zijn, bierbrouwers, kruidenplukkers, noem maar op. Reden genoeg dus voor een terugkerende streekproductenmarkt. Dit is een leuk initiatief. Zij doen dit 2 keer in de maand, op zaterdag. En er komen steeds meer kraampjes bij, dus het kan niet mooier. En als de Sint onverhoopt nog speelgoed nodig heeft, is dat er ook. Dat maak ik allemaal zelf met de figuurzaagmachine en ik schilder alles met de hand. Dus dat is mijn hobby eigenlijk, waar ik me graag mee bezighoud. Nou, wat de Sint betreft, met succes. Ik zei net al tegen Huispiet, we hebben een vrachtwagen nodig, want ik zou heel veel meenemen. De voetbalbond KNVB kondigde afgelopen week de vervroegde winterstop aan. Want door extra coronamaatregelen kunnen clubs 's avonds niet meer trainen. En daarom zijn de wedstrijden in de A-categorie geschrapt. Behalve voor dit weekend, daar werd nog een uitzondering voor gemaakt. Clubs die wilden voetballen, konden voetballen. En daarom werd er hier in Capelle gevoetbald bij Capelle tegen Krabbedijken in de derde klasse B met veel vuurwerk.
Wij voetballen vandaag nog omdat het ten eerste mag en kan. Want deze wedstrijd stond denk ik 5 weken geleden gepland. En die is toen bij ons gecanceld omdat wij toen 8 coronagevallen hadden. Op het moment dat we de gelegenheid zouden krijgen om te spelen, dan wilden we graag voetballen. En anders hadden we vriendschappelijk gespeeld. Dus... Want je probeert gewoon zoveel mogelijk te voetballen als dat kan. Ja, kijk, we mogen niet trainen, dus dan is voetbal op dit moment nog de enige optie. Maar de jongens die wilden dan nog wel de laatste wedstrijd van deze eerste competitiehelft spelen. Alles beter dan niks, hè, zeggen ze. Capelle komt na een kwartier spelen op 1-0 door een treffer van Reinier Goedemond. Totdat de coronamaatregelen weer versoepeld worden, zullen clubs op zaterdag, zolang het mag, oefenwedstrijden spelen en trainen om fit te blijven. Na ruim een half uur krijgt Capelle een strafschop en die wordt benut door Jeroen van Overloop. De stand is dan 2-0. Beide ploegen delen de laatste plaats en kunnen de punten dus goed gebruiken. Op slag van rust wordt het 3-0 door opnieuw Reinier Goedemond. De eindstand wordt 3-1 in de enige officiële Zeeuwse wedstrijd in het zaterdagvoetbal. Het was nog een tijdje droog en rustig om mee te beginnen. En door de zwakkere wind was het niet koud. Wel werd het even mistig, maar door de zwakke wind was er geen dichte mist, als je tenminste niet op de 10e verdieping woont. En daarna passeerde dan een regenfront met een paar uur aan neerslag en op de meeste plaatsen toch zo'n 5 mm. Inmiddels zijn er opklaringen met een matige tot krachtige west- tot noordwestenwind. Dat blijft vannacht ook zo, maar er komen wel buien op gang en daar kunnen later vanavond en vannacht ook pittige buien bij zijn, wellicht ook met hagel. Morgen trekt een klein lage drukgebied over Zeeland zuidwaarts naar België. De ochtend is vrij buiig en tamelijk nat. In de middag is de kern van lage druk voorbij en dan zijn er een paar opklaringen, een zwakke tot matige veranderlijke wind en nog een paar lokale buien. Maximum temperatuur rond 6 graden. Maandag is er af en toe zon, maar in de namiddag en avond volgt er wat regen. Dinsdag is het meest droog, met vooral in de middag opklaringen. En vanaf woensdag hebben we een wisselvallig weerbeeld met vrij veel bewolking en middagtemperatuur rond 7 graden. En tot zover het nieuws en het korte weerbericht. Zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Met daarin onder meer een sinkhole in Middelburg en celstraf geëist voor mensensmokkel.